Hallo, ik ben Sophie en ik ga samen met jullie een bedankposter maken. Bedankt aan de zorg, bedankt aan alle winkelbediendes, bedankt aan iedereen. Je kan ook zeker kiezen om een kaartje ervan te maken, maar ik heb gekozen voor een poster. Wat heb je allemaal nodig voor de poster? Een A3-blad, een potlood en dan een dikke zwarte Posca-stift. In Posca-stiften zit de acrylverf, dus dat gaat heel mooi zijn. En dan het haartje gaan we in het rood kleuren. En daarvoor gebruik ik een dikke marker. Ik begin eerst met het haartje te tekenen. Zoals jullie zien heb ik eerst in klein geschetst. En daarna ga je dit uitvergroten. Dan teken ik een banner. Een banner is altijd fijn om een woord in te zetten en dat accentueert dat woord. De banner ga je iets breder tekenen dan het hart. En een banner, ja, dus dat is een lint die geplooid is. Dus hier gaan we nog twee stukjes lint tekenen. Dus je begint in het midden ongeveer van je banner, deze kant. Zet je een extra lijn. Dan ga je afmeten met je vingers hoe breed dat die lint moet worden. Dan ga je hier een driehoekje zetten en dan zie je dat die lint plooit eigenlijk. Een trucje om dat woord er mooi in te krijgen is beneden in de banner, dus mee met een bocht, een lijntje te zetten. Dan ga je mooi daartussenin het woord kunnen schrijven. Om de letters mooi mee met het hartje te laten gaan, zet ik allemaal lijnen zodat dat mooi uitkomt. Een trucje om bedankt mooi in jouw banner te krijgen, is eigenlijk door te beginnen met je middenste letter. Zoals je ziet, ik heb hier van links naar rechts geschreven en hier ga ik van rechts naar links schrijven. We gaan daar nog iets speciaals aan toevoegen. Overal links van mijn letter ga ik een extra streepje bijzetten. Je kan ook kiezen om aan de losse uiteindes een schreef te zetten. Een schreef is zo een extra streepje. We gaan hier een vlek in het hartje maken. Dan gaan we blaadjes erbij zetten. En kleine roosjes. Neem je nu je zwarte Posca. Zet eventjes zodat je alle verf mee hebt. En dan ga je nu over je potloodlijn met een vaste hand alles overtrekken. Voordat je het inkleurt, laat je het best eventjes een kwartiertje drogen. En dan kom je het geheel. Ja, we hebben het even laten drogen, zo'n kwartiertje ongeveer. En dan mogen we het nu gaan gommen. Nu gaan we met een rode marker het hartje rood kleuren. Die marker, daar is een breed stuk aan, dus... Oké, ik ga mijn roosjes ook in het rood doen. Ik ga daarvoor de fijnere kant gebruiken. Ik ga nu een groene pakken om mijn blaadjes. Om in de banner een beetje meer beweging te doen, ga ik daar zo ook nog een paar streepjes bij zetten. Mee met de boog kan ook wel leuk zijn. Het heeft nog een beetje meer beweging in het geheel. Mijn poster is helemaal klaar om aan mijn raam te hangen. Veel succes met jullie poster en deel je resultaten op #karantip.